Een zwarte bladzijde in Arnhems verleden. Van de 2000 Joodse inwoners die onze stad bij het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940 telde, kwamen er ruim 1300 niet terug. Onder hen Salomon Pels, geboren in Arnhem op 26 oktober 1879. Oktober 1942 woont Salomon Pels, die fruithandelaar is, samen met zijn vrouw en drie kinderen aan de Hommelstraat 48 in Arnhem. Op één kind na overleeft niemand de Tweede Wereldoorlog. Salomon Pels overlijdt op 9 april 1943 in het Poolse Sobibor. Hij bereikte de leeftijd van 63 jaar.